Op 4 november 2023 vierde Suriname een belangrijke mijlpaal in de agrarische sector met de feestelijke heropening van de Avara-sluis in Nikeri door niemand minder dan president Suntoki. Deze heropening markeert een keerpunt in de strategische inspanningen van de regering om de voedselproductie in het land te stimuleren met een speciale focus op de rijstindustrie. Het doel is ambitieus binnen 2 jaar het ingezaaide areaal voor rijst verdubbelen tot 40.000 hectare per seizoen. De Avara-sluis, die meer dan 10 jaar inactief was en langdurig onderhoud ontbeerde, speelt een cruciale rol in de wateraanvoer naar de Nikeri-rivier. Voorheen stroomde al het zoetwater via de Wayambo-rivier naar het Kopaname-gebied, waardoor de Nikeri-rivier in droge periodes een tekort aan water ondervond. Dit vormde een ernstige uitdaging voor de lokale rijstboeren die afhankelijk zijn van voldoende watervoorziening voor hun gewassen. Dankzij de recente renovatie van de Avara-sluis hoeven boeren zich geen zorgen meer te maken over watertekorten. De heropening van de sluis garandeert een gestage toevoer van zoet water naar de Nikeri-rivier, wat de optimale omstandigheden creëert voor een verhoogde rijstproductie in de regio. President Suntoki benadrukte het belang van deze heropening voor de agrarische gemeenschap en sprak zijn steun uit voor verdere initiatieven om de voedselproductie in Suriname te versterken. De heroplevering van de Avara-sluis vertegenwoordigt een veelbelovende stap in de richting van een welvarende toekomst voor de rijstsector en draagt bij aan de algehele voedselzekerheid in Suriname. De regering zet zich vastberaden in om de gestelde doelen te behalen en de voedselproductie in het land aanzienlijk te vergroten, waardoor het economische welzijn van de natie wordt versterkt.